De lockdown op de zondag is opgeheven. Dit is een van de nieuwe COVID-19 maatregelen die de regering gisteren bekend heeft gemaakt. De maatregelen die tot en met 19 juli gelden, bieden de samenleving meer bewegingsruimte. Zo zijn individuele sporten nu toegestaan en mogen taxis personen vervoeren conform de geldende maatregelen. Sport- en fitnesscentra mogen hun deuren weer openen. Scholen blijven voorlopig gesloten. Hierop geldt er slechts een uitzondering voor examenklassen. De gebedshuizen blijven ook gesloten. Echter hoopt de regering voor 11 juli in overleg te treden met religieuze leiders voor een oplossing. De avondklok geldt nog steeds van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Hoewel de maatregelen iets wat versoepeld zijn, doet de regering een beroep op de samenleving om alleen voor dringende zaken op straat te zijn.